allereerste keer. Dit boek is zo leuk. Ik voel me er echt niet lekker bij. De wachtlijst is van een half jaar nog. Chances to run away. Kijk, ons dak wordt weer schoongemaakt. Dat is lekker, jongens. Heel eng, maar... Heb je dit ook gefilmd, hoe het er eerst uitzag? Heel vies. Joehoe! En we gaan nu eens kijken wat Jax van avocado vindt. Dan moet ik niet de kleine stukjes bij elkaar prakken dan? Ja, gewoon even een beetje prakken. Zo eens een stukje met een vorkje. Vind je het zo... Nou, vind je het lekker, schat? Ik ben alleen, hè? Mijn zus vindt het wel goed, zeg. Voorbereidingen op de wintersport. Ja, het zijn ze! Heb je die van mij? Ja! Nou, die van mij zit ook heerlijk. Dit is ook echt heel handig voor niet alleen voor windsports, maar ook voor de hond uitlaten. Ah, heel leuk, Jola. Ze maakt ook zo'n hak. Dit is dus de allereerste keer dat Jax in het supermarktwagentje zit. Ho, we moeten hem nog wel even een beetje in de gaten houden, Jola. Bart, ik denk dat je hem nog wel moet geven. Nee, dan til ik hem wel. Dit gaat wel goed. Zo, Jona die is vandaag weer even door zoveelste slime video aan het maken. Ze had zo'n pakket gekocht van Make Your Own Slime. En die is ze gaan uitproberen. Die video daarvan kun je op haar kanaal vinden. Jo, veel zich nooit. Zeker weten. Zeker weten. Ik viel gewoon even weg. Ik voel gewoon in slaap tijdens het editen. Dat heb ik echt nooit meegemaakt. Of zullen mijn vlogs gewoon zo slaapverwekkend zijn? Dan begin ik me ook echt af te vragen hoor. Als ik weer naar mijn eigen hoofd zit te kijken. En dan weer alles zie wat ik een paar dagen geleden heb gedaan. En dan denk ik, oh, wat saai. Oh, nee, niet weer zo'n vlogtip. Ik wil niet weer in zo'n vlogtip komen. Maar soms vind ik het echt zo saai. Mensen, nodig mij uit om leuke dingen te doen, want het moet leuker worden. Hij is ook veel makkelijker, hè, nu. Kijk, ja. Dan gaat hij gewoon, blijft hij gewoon zo liggen. Ja. Ik ben net gewoon tijdens het editen in slaap gevallen, voor het eerst. Oh, schat. Erg. Ik kom door die kachel die aan staat. Boven. Ja. Ja, ik zat echt zo en was in één keer zo... Woe. Viel je op het toetsenbord? Nee, ik viel gewoon weg. Ik werd wel wakker. Ik werd wel wakker van het wegvallen, zeg maar. Maar ik dacht echt wel, wow, dat heb ik echt nog nooit gehad. Ja, dat is echt door die hitte. Nou, en door de vermoeidheid. Hé, hey, die pinguïnnetjes, die vindt hij leuk, hè? Ja, die vindt hij heel leuk. Ga je lachen? Zit hij een beetje te lachen? En hij zet nu ook zijn voetje zo, recht neer. Zie je dat? Kun je dat zien of niet? Nee, maar ik weet wel wat je bedoelt. Gestrekt. Kijk, daar zit hij alweer. Goed zo! Yay! Food of today is weer gemaakt door Bart. Pasta carbonara. Alla Bart. Nog wat boeken die ik wil lezen. Nou ja, stukjes eruit. Ik ben altijd zo overenthousiast daarmee. Dat ik gewoon, ja, veel meer denk te kunnen gaan lezen dan dat ik doe natuurlijk. Come with me. Ja, kunnen we met een lach. Lach! Zo, hallo lieve mensen. Ik heb, mijn haar is echt helemaal bizar vet statisch. Oké, lekker boeiend ook voor jullie om te weten. Ik heb deze ketting ook eindelijk weer gevonden. Ook lekker boeiend voor jullie om te weten. Ik krijg altijd al
mijn sieraden kwijt, want nu ben ik mijn ringen weer kwijt. Maar oké, ik ga ze even zoeken. En dan wil ik, als het goed is, als het gaat lukken, als Jax niet heel snel weer wakker wordt, even een extra video gaan opnemen over mijn 50 facts wil ik opnemen. En ik wil een nieuwe intro opnemen, maar dat heb ik echt al jaren, dat plan. 2 jaar al, hij is al zo oud. En het is nog steeds niet van gekomen. Maar misschien nu. Ik zeg alweer erbij misschien, dat gaat er weer lekker. Zoals jullie al gezien, het schaduwdoek eraf gehaald. En ik kan gewoon niet opnemen hier overdag thuis. In ieder geval niet met deze camera. Het is echt, er komt zo'n bak licht in mijn kanus hier. Dat ik er gewoon echt letterlijk uitzie als een spook. En het is wat anders dan gewoon even een vlogje. Nee, ik wil dit gewoon echt niet. Ik voel me er echt niet lekker bij. Ik vind dit echt vreselijk. Dus ik ga heel even kijken of het in de namiddag nog steeds zo is. Als ik het red tussen Yoda wegbrengen en Jax en alles door. Maar nee, ik skip hem even nu. Ik heb het even gewist. Want ik lijk wel een spook die aan het vertellen is wat ik doe in mijn leven. Je zit erop te wachten, toch helemaal niemand. Jax, schat, wat ben je aan het doen? Nee, 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 nee. Jax en kabeltjes. Oh, oké. Okay. We hebben net een pakketje binnengekregen. Die had ik besteld. Namelijk traphekjes. Ja, het wordt tijd om wat dingen aan de veiligheid te gaan doen in huis. Dus nou, ik laat nog wel even zien welke ik heb gekocht. Jullie hadden mij namelijk heel veel tips gegeven op Insta over traphekjes. En uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om traphekjes te bestellen die je gewoon echt moet vastboren. Ja, goed hè? Ho, 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 ho. Ik sta hier te wachten achter een auto. En die auto die is aan het wachten op een parkeerplekje. Maar hoezo kijk je niet achter je of er gewoon al mensen staan? Er staan nu 1, 2, 3, 4 auto's te wachten op één iemand die op een plekje voor zichzelf aan het wachten is. Sorry dat ik het zeg, de jeugd van tegenwoordig, ik weet het. Maar dit zijn vaak oudere mensen. Zo. Even dingetjes aan het zoeken voor de auto die ik echt heel erg goed wil gaan reinigen. En ik had volgens mij ooit hier iets cockpit spray. Ja, deze. Vet. Voor je ramen. Ook handig. Lekker meekijken, lekker winkelen samen. You know by now I'm not your average chick. I leave a path of destruction. So don't step to my click. I move on to the floor with my girls by my side. Looking for a new victim to take on a ride. Distance on the path of least resistance. You barely see me coming. I'm coming in fast. Yeah. Dames en heren, dit is dus echt in weken niet gelukt. Dat hij even bleef liggen tijdens het verschonen. Dus ik heb nu echt een mega goede tip. En het is een belletje kopen voor je baby. Ja, bijvoorbeeld. Je kunt het toch wel in de gaten houden natuurlijk als je met verschonen bent. En dat vind ik heel interessant. Iets in mij dacht al dat hij dat heel interessant zou vinden. En anders, deze kun je ook kopen bij de Action. Een happy birthday card. Nou, dat vindt hij ook, geloof me. Rete interessant. Zo interessant dat hij dus niet meer in de gaten heeft dat je hem aan het verschonen of aan het omkleden bent. Ja, want wij hebben er echt een probleem mee hoor. We hebben alles geprobeerd hè. Ja. We hebben echt serieus alle trucjes al uitgehaald. Ik moest om hem te laten liggen. In een houtgreep moest hem houden. Hé hey Yola, leg je lekker je broodje hier neer. Een goede plek naast de luier. Gadver. Ik eet mijn broodje gewoon op. Die tip van die kaart, die had ik dus al gelezen bij iemand. Echt super cool. Maar dat belletje werkt ook. Maar je moet ook kunnen afwisselen. Dus ik zal ze gewoon alle twee halen. Ik geloof dat het 50 cent per stuk is. Het is gewoon veel interessanter dan zijn eigen knuffeltjes en speeltjes. Ja, je denkt nu dat het leuk is. Maar dat zijn allemaal dingen die jou gaan blokkeren van alles. Hier, baby safety. Baby safety. Ik heb verschillende besteld. Zodat we kunnen kijken wat het beste is bij ons, voor ons. En dan kan Bart ook even kijken hoe of wat. En dit slabbertje zag ik. Die vond ik ook zo leuk. Hoe grappig is die? En dit zijn dus de hekjes. Gewoon boren. En dan zo simpel omhoog klikken. Ja, deze had ik volgens mij met Yola ook. En die waren gewoon hartstikke prima. Ideetjes voor in huis gaan trouwens ook nog steeds door. Dus ik zal jullie heel even updaten.
Deze kistjes, die wil ik een soort van hier gaan monteren of op een soort plankjes gaan bevestigen. En dan gaat deze lelijke IKEA kast, die gaat naar boven ergens waar die veiliger staat. Want hier, hij gaat gewoon heen en weer en vastzetten. Ja, ik weet niet of dat nou echt zo mooi is, want ik vind hem gewoon ook sowieso niet zo heel erg mooi in de kamer staan, deze kast. Dus die gaat weg, dan denk ik. Ja, dit wilde ik nog heel graag laten zien aan jullie. Even serieus, dit boek is zo leuk, zo leuk. Ik ben al op bladzijde 30, jawel. En dat voor iemand die geen tijd heeft. En ik had hem laatst gekocht bij Knoppes. Van 14,50 voor 1,45. Nou, daar kan je nog niet eens een magazine voor kopen. Oh, hoe leuk is deze dan? Het staat zo schattig bij je, lieverd. Mm. Oh, mama heeft weer zelf gemaakt hoor. Krijgen we dat? Had ik trouwens al verteld dat Jaxie gaat nog niet naar de opvang. Sommigen van jullie die vragen al, gaat Jaxie nog naar de kinderopvang? Maar dat komt omdat ik me een beetje vergist heb in de wachttijden. Blijkt dus dat de opvang waar wij Jaxie op willen doen, dat daar een wachtlijst is van een half jaar nog. Maar de laatste dagen gaat het zo goed met hem thuis, dat ik het eigenlijk wel even prima vind. Ik heb wel nog even een mailtje gestuurd of het anders misschien op een andere dag kan. Want we zitten niet echt vast aan één dag. Dus misschien dan toch op een andere dag eerder. Want dan kan ik wel op die dag in ieder geval weer vast gaan vliegen. Want nu moet ik gaan vliegen op zaterdag. Ik ga dus zaterdag weer vliegen. Maar dat doe ik dan omdat Bart dan thuis is. Dus dan kan Bart oppassen en hoeft mijn moeder niet te komen oppassen. Maar dat is nog wel een beetje lastig, weet je wel, met geen opvang hebben. Maar verder is, op dit moment gaat het wel goed. Maar ik wil het wel echt hoor, voor de toekomst. Minimaal één. Ups. Minimaal één en anders liefst 2 dagen opvang. Maar we beginnen in ieder geval met 1. En dan gaan we even kijken hoe Jax daarop reageert. En als hij het super leuk vindt, dan gaan we naar 2. Ook omdat, ja, weet je, hij is gewoon wel wat beperkter in huis qua spelen en zo. En ik wil niet dat hij veel tv kijkt. Dus je bent toch wel eigenlijk alle momenten dat hij wakker is, ben je eigenlijk toch wel hem aan het entertainen. En ja, zorgen dat hij gewoon kan spelen en zo. Want dat is wel heel erg belangrijk, vind ik. Dus vandaar dat hij toch wel echt naar de opvang gaat. En natuurlijk ook met andere kindjes spelen. Wordt ook steeds belangrijker voor zijn eenkennigheid. Hij wil zo graag spelen. Ga je lekker? Wow, nee, nog even 1 keer goed, want je hoort het echt vet. Wow! Ja! In de vlog van vrijdag die jullie gaan zien, ga ik weer vliegen en andere dingetjes doen. Dus kijk zeker weer. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Niet vergeten te abonneren, dat is gratis. Ja! Doei!